De regering heeft van de vakcentrale C47 tot eind van deze maand de tijd om belastingverlagende maatregelen voor loontrekkers te nemen. Dit ultimatum gaf vakbondsman Robbie Berenstein afgelopen vrijdag tijdens de assemblee van de arbeid. Hij ergerde zich aan de lakse houding van de regering die tot nu toe niet heeft gereageerd op de voorstellen van de vakcentrale. Volgens Berenstein hebben werknemers geklaagd dat ze te veel betalen aan belasting en van een loonsverhoging niet veel overhouden. Nu de prijzen van de goederen de lucht inschieten als gevolg van de koersstijging, is een belastingverlichting op zijn plaats, vindt de vakbondsleider. Voor kan de belasting toren. Dan heeft hij de verwachting. Maar we zijn er moe van. We hebben correspondentie gehad. Uiteindelijk hebben we gezegd van Aboum, er zijn vele voorstellen op tafel. We hebben van jouw voorstel, regering, zijn stel voor Lik, gehoord dat die, hebben we een aantal commentaren geleverd, hebben een aantal bezwaren. Neem die bezwaren mee en doe ons een voorstel. Nogmaals, geen beeld, geen geluid. Toen de regering niet kwam met voorstellen, is C47 uiteindelijk met eigen voorstellen gekomen, zegt Berenstein. Wat we nu hebben gedaan, we hebben met onze belastingdeskundigen, hebben wij een voorstel gemaakt. Want die stek heeft gewacht. Next door, dat is zodat we nog gewoon vast hebben. En we zeggen, dit is ons eindvoorstel. We moeten het weliswaar nog indienen. Ja, dat gebeurt begin komende week. Een hele stagnatie, dan een hele goede goede zin, de bang. Maar we gaan een ultimatum stellen. Dat voorstel dat we sturen, dat moet uiterlijk eind van de maand worden uitgevoerd. Vakbondsleider Robbie Berenstein afgelopen vrijdag tijdens de assemblee van de arbeid. De vakcentrale eist van de regering belastingverlagende maatregelen en heeft de regering tot eind van deze maand de ruimte gegeven om in te gaan op haar voorstel.